Hey, ik sta hier in Leuven en ik ga vandaag de vrieskou trotseren om te weten te komen met welke bv jullie wel eens in bed zouden willen duiken. Als jullie één bekende Vlaming zouden mogen kiezen om één nacht mee in bed te duiken, wie zou het zijn? Olaf is niet twijfelen. Olaf is echt waar, ja. Dat was heel snel. Ja, ik vind het als je een masker is. Ja. Veel? Oh. Wie? Leslie aan poppen. Leslie aan poppen, waarom? Ja, poppen. Voor haar poppen. We gaan het aan de mannen in de camionet vragen. Hoe noemt ze weer? Die Eva, ja, de Eva, ja. Eva de Roo. Ja. Chandont. Dat was snel, waarom? Dat is een knappe man. Tanja Dexters. En waarom? Omdat ik vond dat vroeger wel een mooie vrouw. Toon van Thuis. Toon van Thuis, ja. Hè? Bill Barberis. Ja, Bill Barberis. Oh, ja. Talpa. Ja. Mijn handen zijn volledig verkleumd, dus koffiepauze. Gewoon een cappuccino met sojamelk als dat kan. Kan ik ook ineens een vraagje stellen? Als jij met één bv in bed zou mogen duiken, wie zou het zijn? Denk wel Matthias Schoenaerts. Ja. En waarom? Die heeft een mooi lichaam, heb ik gezien, een rundskop. En ik vind hem nog wel ook dat hij een schoon kopje heeft. Dus ja. Ik ben een beetje te oud voor een wilde nacht. Je mocht 20 jaar jonger zijn. Allee, als je 20 jaar jonger waard. Mensen, een bekende Vlaming. Een acteur, politicus, sportman. Louis de Bak. Louis de Bak, oké, dankjewel. Moeilijk, moeilijk. Zal even laten nadenken. Ja. Nathalie Meskes. Bij mij Mora van der Veken. Matteo Simoni, denk ik wel. Matteo Simoni. Ja, ik ging hetzelfde zeggen. Matteo Simoni. Want ik ben ook van Limburg, ook van Hasselt. Dus ja, ik vind het wel. Ik heb gisteren ook nog gezien dat hij dat een foto had gepost van dat hij was gaan zwemmen en zo. Dus ja, ja. Zijn jullie een koppel? We zijn een koppel. Ja. Als zij nu Matteo Simoni, als het daar zou lukken om hem te versieren en ze zou hem kunnen binnendoen, zou dat dan mogen? Nee.